Henk Bril uit Nieuwstad. Hij beleeft de ochtend van zijn leven. Nou, dan gaat er wauw door je heen. Dan denk je, ja, hè. Eindelijk heb ik mijn warme bed niet voor niks verlaten. Het was een bijzonder tafereel vanmorgen in Limburg. Tussen 5:30 en 6:00 was het noorderlicht te zien. Het pollicht ontstaat door uitbarstingen op de zon en maakt felle kleuren aan de horizon zichtbaar. En in Limburg is het maar heel zelden te zien. Een amateur-astronoom in Nieuwstad, hij was er vanmorgen getuige van. Dit is het plekje. En daar, ongeveer 10 graden hoog, was het te zien. Dus dan kom je hier om 4:45 in het donker aangesjeest. Geen kip op de weg, gelukkig. En dan kom je hier in die donkere nacht, vol stilte, en dan denk je, verrek, zou het eindelijk zover zijn dat ik het na 7 jaar weer een keer zie? En waarachtig, het bleek nog waar te zijn ook. Wat ik zag, was een beetje een groene vlek in het noordoosten en een wat rozige tint in het noorden. En dat was geen normale nachtkleur die ik zag. En dan op de zelfontspanner. En gewoon afwachten. Dat is het. Niets meer en niets minder. En dan vervolgens hoop je dat het er mooi op staat. Met blote oog was het moeilijk te zien. Ik denk dat 9 van de 10 mensen niet in de gaten zouden hebben gehad dat het noorderlicht was. Of dachten van het is het licht van Gemmelot of van Netka. Zover ik nu weet ben ik de enige in Nederland die het gezien heeft. En dan ook nog iemand die helemaal in Limburg zit, nota bene. Is het dan een lange neus en lekker puh? Ja, lange neus en lekker puh.